Hallo iedereen, hier ben ik weer met een nieuwe spraypaint tutorial. Vandaag gaan we een hele mooie schilderij maken met een maan erop. En hiervoor heb je een paar kleurtjes nodig. De kleuren die je hiervoor nodig hebt zijn zwart, roze, paars, wit en transparant. Ik gebruik er zelf een posterbord voor die ik besteld heb. En ik zal je onderin ook de link geven waar ik het gekocht heb. En ik heb een paletmaas gebruikt. Wil je dan ook leren hoe ik deze spraypaint gemaakt heb? Blijf dan kijken. Laten we beginnen door ons stencil op het blad neer te leggen en af te tekenen waar we de planeet willen hebben, zodat we niet te veel verf gaan gebruiken. Ik spuit een heel klein beetje verf eroverheen, zodat ik precies weet waar mijn verf komt. Ik gebruik zelf eerst een wat magenta paars, met daaroverheen de neonroze hoogglans van de Action. Met daaroverheen de witte spuitbus van de Action. En alle spullen die ik gebruikt heb, zal ik onderin in de beschrijving zetten. Zodat je het zelf ook kunnen kopen en het uitproberen. We gaan eerst textuur op onze maan maken. En dat doen we gewoon door een stukje restplastic te gebruiken. Door licht op te leggen. En dan zie je al meteen dat je planeet textuur krijgt. Stap voor stap bouwen we het gewoon op. Ben je dan niet tevreden, spuit je gewoon een beetje meer verf. Wat ik zelf ook gewoon ga doen. Gewoon heel licht een beetje wit eroverheen. Dan krijg je planeet iets meer diepte van. Als je tevreden bent, dan schaduw ik hem met de donkerste kleur aan de onderkant. En een heel klein beetje wit aan de bovenkant voor de lichtinval. En nou is het belangrijk om even te laten drogen. Ik heb er geen tijd tussenuit geknipt. Dus je ziet meteen hoe snel ik met het schilderij bezig ben. Dat ik er niks tussenuit knip. Om door te gaan dat het echt maar in een korte tijd gemaakt is. En ik heb ongeveer een minuut of 5 à 10 over dit schilderij gedaan. Dus het is een heel snel schilderij. Nou, als hij redelijk droog is, dat komt ook omdat ik dunne lagen verf gebruik. Dus echt heel weinig. Leg ik mijn stencil erop, ik duw hem niet neer en dan ga ik het verder inkleuren. Goed rondom de stencil heen en ik begin met mijn donkerste kleur. En je zou het natuurlijk ook met blauw tinten kunnen doen, met groen tinten kunnen doen, wat je zelf het mooiste vindt. En zo kleur ik gewoon het helemaal in. Het onderste gedeelte van mijn blad hoef ik niet in te kleuren, omdat ik hier de zee ga maken. En dat is gewoon zonder mijn verf. Dus ik maak gewoon mijn hemelvol. En wanneer ik tevreden ben, maak ik de sterren op. En jullie hebben als het goed is al gezien hoe je sterren maakt. Ik doe gewoon wit op mijn vinger. En dan beweeg ik mijn vinger op. En dus ik flik eigenlijk met mijn vinger zo. Alsof iemand een tik geeft. En zo krijg je sterren. Ik gebruik een heel klein beetje zwart voor de randen. Maar dat is eigenlijk niet nodig. En dan gaan de sterren. Die tik je er gewoon eigenlijk op. Tot je tevreden bent. En dit maakt dat de lucht net iets meer luchteffect krijgt. Haal voorzichtig mijn stencil omhoog. En je ziet, ik ben net iets te snel bewogen. Dus mijn planeet is aan de ene kant net niet recht genoeg. Maar dat is niet erg. Er komt toch een boot voor. Dus dat zie je niet meer. Nou, ik ga een stuk posterbord gebruiken. Die ik voor de zee ga gebruiken. Je hoort me Jake op de achtergrond spelen, maar ik had geen andere tijd om het op te nemen, dus we gaan gewoon zo door. We zetten onze rechter posterbord, zorg dat die goed evenredig staat onder de maan neer waar we de zee willen hebben. En dan beginnen we met de zee te spuiten. En ik doe het lichte roze in het midden, het donkere roze aan de, of donker paars aan de zijkant. En dan gaat er wit aan de bovenrand langs en in het midden naar beneden. En zo krijg je echt dat het een maaneffect krijgt. En dan gaan we gewoon ons papier heen en weer bewegen. En zo krijg je echt dat het watereffect heeft. Zoals je ziet, het ziet er echt heel mooi uit. Super makkelijke techniek. En je hebt meteen het effect van de reflectie van het licht aan het water. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Alle vlekken die nog wit zijn, spuit je natuurlijk een beetje bij. Want wit is niet mooi op een schilderij. Nou, op het moment dat je tevreden bent, kunnen we met clearcoat gaan gebruiken waar je de boot wil hebben. Zodat je verf en dat wordt. En dan ga ik met mijn paletmes de boot erin tekenen. En sorry dat ik in het beeld soms zit, maar dat kwam echt door de camerahoek. En ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En ik teken gewoon mijn boot erop. Dus ik schraap het gewoon de verf weg. En dit is de eerste keer dat ik met dit palet best merk. Dit was nog eventjes een beetje uitproberen hoe die werkt. Maar zo krijg je in ieder geval het gevoel hoe je het moet doen. Je schraapt er gewoon in. En wat je verf te droog. Gaan we gewoon transparante lak overheen.
En zometeen bij de massa tekenen, weet ik dat ik zometeen ervoor zet, maar ik trek gewoon strepen naar beneden toe. Maak een beetje weer van het water en doe ze nog een beetje witte verf. Nou, de verf daar is nog nat, dus meteen mijn handtekening erin zetten. En dan ga ik de massa tekenen en ik trek gewoon strepen van boven naar beneden. Sorry dat ik in het beeld zit, zoals ik net al zei, maar dat kwam echt door de camerahoek. Ik heb gewoon strepen omhoog getrokken, zoals jullie zien, voor de masten. En zometeen voor de zeilen ook, ga je gewoon een vaaiende beweging naar beneden toe. Op het moment dat het een beetje aan het drogen weer is, ik pak dus de zijkant van mijn paletmes. En dan trek ik zo eroverheen dat ik masten krijg. En dit moet je echt even uitproberen. Tot het de techniek heeft die je vindt, mooi vindt. En zo teken ik er een beetje bij. Waar ik het mooi vind. En als het niet nat genoeg is, dan een beetje nat maken. Dus echt uitproberen. Wat kabels. Een klein vlaggetje. En zo gaan we het al. Is hij eigenlijk al zo goed als klaar. Ik gebruik zelf nog een heel klein beetje wit met een stukje posterbord om wat meer watereffect te geven. Dus nu doe ik een beetje wit zo op papier. Voor het breken van het water. En dan kun je hem nog gewoon tekenen hoe je hem bij wilt. Het is maar fantasie. Nou, dank jullie wel voor het kijken. Dit was hem dus al. Nou, dank jullie wel allemaal voor het kijken naar deze tutorial. Ik hoop dat je hem zelf ook gaat uitproberen. Als het je gelukt is, laat het dan even weten. Stuur me een foto via Facebook, via Twitter of via Instagram naar @craftmama_nl. Link staat natuurlijk magisch hieronderin. En onthouden allemaal, ik hoop dat jullie ook lid willen worden van onze creatieve familie. We hebben al 4000 leden en ik vind het super leuk dat jullie allemaal mijn filmpjes willen zien. Ik hoop dat jullie deze spraypaint tutorials ook heel erg leuk vinden. En wil je natuurlijk lid worden van onze creatieve familie? Druk dan op die knop hier. Ik ga het over. Daar beneden. Abonneer je en word lid. Voor helemaal gratis. Dan krijg je elke keer een berichtje als ik een filmpje upload. Ik probeer 3 tot 4 keer in de week een nieuwe video voor jullie te maken. Met DIY. Fimo Vrijdag ben ik eventjes mee gestopt omdat ik een beetje last van mijn handen heb. Maar die komt zeker alweer terug voor jullie. Ik probeer met meer spraypaint tutorials op te nemen omdat het redelijk goed gaat. En ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk vinden. En vond je dit nou een leuke video? Geef me dan een duimpje omhoog. En onthoud jongens, be unique!